Eten is zoveel meer dan brandstof alleen. Een goede maaltijd verwarmt uw hart, uw geest en uw buik. En een goede ovenschotel die doet dat voor mij op al die verschillende niveaus. Ik ga daarvoor een halve kleine bloemkool nemen. Enkele grote stukken. Hoeft dat dus niet heel precies in roosjes te snijden. Dat is hier niet nodig. En dan onze aardappelen. Evenveel, dus ook 600 gram ongeveer, bloemige aardappelen. Ook de aardappelen snijden we in enkele grote stukken. En ik kies hier dus voor een 50-50 verhouding. 600 gram bloemkool, 600 gram aardappelen. We gaan de aardappelen en de bloemkool nu een 10 à 15 minuten koken in gezouten water. En dan ga ik nu die onderste groentelaag maken. Daarvoor gaan we één ui fijn snipperen. Dit zijn nu hele kleintjes, dus ik ga er twee gebruiken. Nu gaan we die ui aanstoven in 1 eetlepel olijfolie. Je mag die ui gerust al onmiddellijk in de pan doen. Je hoeft niet te wachten tot dat heel heet is. Zo kan de olie ook niet oververhitten. En terwijl dat die rustig stooft, gaan we onze worteltjes en prei snijden. Die wortel hoef je niet te schillen, gewoon een keer grondig spoelen kan perfect. De wortel heeft zowel wat tijd nodig om te garen in de pan, dus snij ze zeker niet te dik. Deze mogen er al onmiddellijk bij. 2 preistronken, het donkergroene gedeelte doorweg. En die snijden we dan in dunne ringen. En dan even kijken of die bloemkool en die aardappeltjes gaar zijn. Dat ziet er goed uit. Die gaan we dus afgieten en dan gaan we onze puree maken. Normaal gezien wordt er bij puree heel vaak boter en eier gebruikt om dat goed smeuïg te maken. Maar ik gebruik daarvoor deze, een plantaardig alternatief voor melk, een volle variant. 150 ml doe ik daarbij. En onmisbaar voor mij bij een lekkere puree is heel veel vers geraspte nootmuskaat. Er moet natuurlijk ook nog een beetje pit bij en daarvoor gebruik ik Dijon-mosterd. 1 theelepel of meer, naar smaak, mag ook altijd. Nog wat peper en zout. En nu gaan we stampen. Ik ga hem nog eens goed doorroeren. Nu kunnen we over naar onze laatste groente, de boerenkool. Eerst die blaadjes eraf scheuren. En dan pas goed spoelen. Die gaan we nu in fijne reepjes snijden. Die mag nu bij de rest van onze groenten. Die boerenkool heeft maar 1 à 2 minuutjes nodig. Terwijl dat die bakt, ga ik alvast wat kruiden met peper en zout. En nu gaan we wat romigheid creëren natuurlijk. Ik gebruik daarvoor een plantaardig alternatief voor room. Deze is op basis van haver. Dus ook ideaal voor mensen met een soja-allergie bijvoorbeeld. Of een lactose-intolerantie. Nu nog een beetje verder op smaak brengen. Ik gebruik daarvoor 1 theelepel graantjesmosterd. Dan gaat er ook nog 1 theelepel gedroogde dragon bij. Op het allerlaatste nipperke gaan we nu onze gerookte zalm erdoor roeren. Die gaan we gewoon scheuren en er rechtstreeks bij doen. Dat geeft zowel een fijn extra zout accent. En nu kunnen we onze schotel samenstellen. Heel eenvoudig natuurlijk. Eerst de groentelaag, dan de puree. Heerlijk. Die mag nu even onder de grill op 230 graden, totdat die zo'n beetje mooi goudbruin begint te zien. En dan kunnen we eten. Ah, die ziet er geweldig uit. Op en top comfort food.